Utrechters Rick van der Meer en Patrick Joosten zijn op pad met Oranje onder 20. De talenten nemen het in 2 oefenwedstrijden op tegen de leeftijdsgenoten van Tsjechië. Rick speelt in de 2e wedstrijd een uur mee als centrale verdediger en staat met zijn voetballende kwaliteiten steeds aan de basis van een aanval. Ja, ik ben altijd middenvelder geweest en bij Utrecht speel ik ook meestal op 6. Dus als verdediger probeer ik wel gewoon voetballend mijn steentje bij te dragen natuurlijk. Dat is mijn kwaliteit. Dus dat klopt wel dat ik van de opbouw ben. Ja. Bondscoach Dwight Lodewegers is blij om Rick bij de selectie te hebben. Een rustige jongen, kalme jongen, maar die wel vaardig is, die wel techniek heeft, die wel kan voetballen, die goede inspeelbal heeft. Nou, die moet nog allemaal wennen, die moet van iets verder wegkomen, maar prima. Patrick, als ik exact een jaar geleden tegen jou gezegd had dat je nu al een aantal wedstrijden bij Oranje onder 20 had gespeeld, wat had je dan tegen mij gezegd? Ja, dat had ik je wel een beetje raar aangekeken, denk ik. Ja, vooral in de tijd dat ik nog bij Jong zat, bij Jong Utrecht. Ja, en dat is wel het leuke van voetbal. Het kan snel gaan. Als je het goed doet, dan kan je snel stappen maken, ja. Patrick kende ik aardig goed. Vanuit wedstrijden 4-5 zien spelen. Jong talent, grote drive. Speelde niet eigenlijk in die 5-3-2 die Utrecht speelt. We spelen anders. Dus dat was een klein beetje aanpassen voor hem misschien, maar dat heeft hij hartstikke goed gedaan. En dat heeft Patrick vorig jaar bij FC Utrecht ook heel goed gedaan. De aanvaller speelt meerdere wedstrijden en weet ook een aantal keer te scoren. Intussen is Patrick bezig aan zijn 2e seizoen in de Domstad. Tegen AZ mocht ik starten, dan ging goed. Die week erop tegen Vitesse was iets minder voor mijn gevoel. Maar ik probeer gewoon elke wedstrijd mijn ding te doen. En voor de rest niet te veel bezig te zijn met randzaken. Wat is jouw belangrijkste groei geweest tot nu toe? Ik denk toch wel mentaal gewoon. Ja, mentaal. Ik heb wel echt veel op dat gebied geleerd. Dingen als voor een volle stadion spelen en ook omgaan met tegenslagen. Dat het even wat minder gaat bij jezelf of als team en dat je kritiek krijgt. Zulke dingen. Het is nu allemaal, toch op een, je speelt nu toch onder een vergrootglas. Dus dan krijg je toch eerder kritiek of dit of dat. Of ja, gewoon zeg maar als het goed gaat rustig proberen te blijven. En als het slecht gaat ook gewoon rustig proberen te blijven en geduld te hebben. Dus dat op mentaal gebied wel meeste groei gemaakt, denk ik, ja. In de wedstrijd tegen Tsjechië is Patrick verantwoordelijk voor de gelijkmaker. Oranje onder 20 wint die wedstrijd uiteindelijk met 4-1. Patrick kijkt met een tevreden gevoel terug op de interlandperiode. Iedereen is gedreven, wil graag beter worden, goede trainingen hebben neergezet. Ook goede wedstrijd donderdag, dus was een goede week voor mij, ja. Het is een hele positieve jongen, veel kracht, veel snelheid. Laatst nog tegen AZ aan het werk gezien met die goal van hem. En hij vormde eigenlijk een heel goed duo in de vorige wedstrijd met Donny van Beek aan de linkerkant daar. Dat was voor mij wel even wennen, want ik was hier met een groep jongens die allemaal eigenlijk voor het eerst zag. Of ja, tuurlijk, je weet wel van wie is en zo, maar voor de rest had ik nog niet echt met een van de jongens gepraat. Maar op zich, relaxte groep. Ja, ze spelen zich snel aanpast aan een nieuwe omgeving met medespelers. Dat is vaak wel een heel goed teken. Ook Rick heeft zich de laatste tijd moeten aanpassen aan een nieuwe omgeving. Ja, ik ben voor het eerst dit jaar bij Utrecht en ik heb het tot nu toe heel erg naar mijn zin. Ik ben overgekomen van Feyenoord, dus wat dat betreft positieve dingen allemaal. Tijdens de interlandperiode liggen Rick en Patrick in het hotel samen op de kamer. Een goede mogelijkheid voor de Utrechters om elkaar beter te leren kennen. Ja, we zijn 2 rustige jongens, dus we hoeven in principe ook niet zoveel tegen elkaar te zeggen. We weten wel dat het goed zit, maar ja, natuurlijk, je praat wat meer met elkaar, ook over Utrecht, maar dat is gewoon prima. Rick is gewoon een goede jongen, goede voetballer, technische voetballer. Kan makkelijk het balletje rond laten gaan, weet makkelijk de oplossingen te vinden. En ja, voor de rest is Rick is gewoon een relaxte jongen, gewoon in omgang, rustig, maar gewoon een goede jongen is Rick, ja.